Als we kijken naar de gezondheidszorg in het binnenland, mevrouw de voorzitter, dan zien we dat de zorg in handen ligt van de medische zending. Als we de mediaberichten goed hebben gevolgd, dan is de Stichting Medische Zending op het punt om hun deuren te sluiten, mevrouw de voorzitter. Ik heb ook laatst een gesprek gehad met de leiding van de medische zending. En ze hebben aangegeven dat ze jarenlang een boet-boet-beleid moeten uitvoeren. Mevrouw de voorzitter, ook al heb je zo'n mooi plan op papier, zonder middelen kan je geen beleid uitvoeren. We zien dat de medische zending jaarlijks een subsidie krijgen van 27 miljoen. En we leven al bijna in eind juni, dus half jaar. Heb ik begrepen dat ze pas 2 miljoen op hun rekening hebben gehad, nog geen week. Vanuit deze plaats wil ik vragen aan de regering wanneer zij denken om de rest van de subsidiegelden te storten, mevrouw de voorzitter. Soms twijfel ik aan beleidsmakers, mevrouw de voorzitter. Het lijkt alsof mensen niet verder zijn gegaan dan Sanderij. Want als je de situatie zelf hebt meegemaakt in het binnenland, dan zien we bepaalde gevallen. We zien waarbij GZA moeten optreden als doktoren. De medische zending telde 16 artsen voor ongeveer 44.000 mensen. En nu is het teruggebracht vanwege gebrek aan middelen. Is het teruggebracht naar 8 artsen voor het binnenland. Is dat niet te betreuren, mevrouw de voorzitter? Is verschrikkelijk. Vanuit deze plaats, mevrouw de voorzitter, namens het volk van het binnenland, vraag ik de regering om de juiste prioriteit te stellen. Want we zien toch dat sommige beleidsmakers toch nog rondrijden met vervoer van de overheid. Mensen die heel goed verdienen, die hun eigen vervoer kunnen aanschaffen, maken gebruik van staatsmiddelen, maken misbruik van staatsmiddelen. En dan maak je grappen met de gezondheidszorg, met de gezondheid van de burgers, van Surinamers. En daarom vinden binnenlandbewoners, laten we niet zeggen dat ze vinden, want binnenlandbewoners hebben gekozen, hebben ervoor gezorgd dat deze regering, dat de grootste partij van Suriname nu 26 zetels telt. Dus dan denk ik, dat voel ik aan, dat je toch wel hard hebt voor het volk. We onderschatten het, mevrouw de voorzitter, bij acute gevallen moeten familieleden zelf inspringen als ze het leven van hun naasten willen redden. Ik vraag bij deze en ik vraag ook ondersteuning van de coalitie. Ik sta hier niet als oppositie, maar als volksvertegenwoordiger, lid van de Nationale Assemblée, die roept die aandacht vraagt van de regering dat het binnenland in echte problemen zit. We kunnen dit niet meer aan. De medische zending kan het niet meer. We kunnen niet meer dat boet-boet-ding accepteren. Je gaat naar de poli en voor elke kwaal krijg je een kalpol toegewezen. Ik had het al eerder aangehaald. Stop ermee, regering, met dat kalpolbeleid. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van medische zending. Het is uw verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid. We moeten de zorg, de gezondheidszorg van het binnenland garanderen. Het is te veel, mevrouw de voorzitter. Graag aandacht van de regering hieromtrent.